Dit is het kruisvaardersteken waarover ook op de site joop.nl een hoop consternatie ontstond. Een teken dat ook de Noorse massamoordenaar Breivik gebruikte bij zijn manifest. Van Doorn heeft naar aanleiding van de bedreigingen al zijn activiteit op de sociale media als Twitter stopgezet. Wat nu gebeurt is dat niet alleen ik, maar ook mijn directe familie wordt bedreigd. En dat is voor mij echt een stap te ver. Dan zeg maar gerust 3 stappen te ver. En voor mij dus ook reden om te stoppen met actief te zijn op social media zoals Twitter, Facebook, Hives enzovoort. En die accounts heb ik gisteren allemaal opgegeven. Volgens de site joop.nl zou Van Doorn de rouwende Noren geschoffeerd hebben. Natuurlijk ben ook ik wel eens op social media, op Twitter, wel eens scherp in dingen. En zijn er ook best wel pittige debatjes soms tussen mensen. Maar het debat voer je op een normale en een beschaafde manier. En er horen geen bedreigingen en geen fysiek geweld bij. Van Doorn heeft melding gemaakt van de bedreigingen bij de politie Haaglanden.